Ja, doe Peet. Sta je hier al de hele nacht? Ja hoor, ik sta hier pas een uurtje zo. Lekker druk jongens. Ja, gok is mee toch? Oh, nou ja, stap maar in. Nee, je moet, Lisa is niet. Oh, Lisa komt nog. Ik heb nog niks van de woord, dus ik heb nog een sms'je gestuurd. Oh. Maar ik denk, ja, ik zal nog even zo wachten. Nou, dit is de Mehari van Duif. Met het tentdoek. Het kan er dan vanaf in de zomer, dan heb je een cabrio. En er zitten ook kippen in. Met een beetje kippenhok. Ah, het is een erg mooie auto. Het is ook erg stil, je hoort hem niet. Je hoort alleen het tentdoek hoor je een beetje klapperen. Nou, dan komt hij hoor. Dat is een brokkenpiloot. Op rapport. Tentdoeken hoor je nog. Ja hoor, hij zit achter het stuur ook. Die gek. Nou, oh, stinkt ook lekker. Rutol, rutol. Zij uitlaten net als de SLR van Mercedes. Zo, Peet. Hoe ging ie? Spartaans. Spartaans? Spartaans. Je meent het? Ja. Weet je, lijkt het een beetje op kamperen? Dit is, we zochten al naar de airco, maar... het knopje is weg. Knopje? Het knopje van de airco is weg. Knopje, ja, het is gemaakt. Ja, het is apart. Zou je hier nou weer willen trouwen? Ja, het is veel geluid. Ja. Maar als ik zei, als je bijvoorbeeld die dingen eraf had, dan ben je dat tankkast idee. Ja. Koffie? Koffie doen? Ja, lekker. Ja? Ja. Koffie? Dankjewel. Ja. Oh, dit voel ik wel wat dingen. Ik ga even dingen buiten kijken. Tja. Ja. Ja. Ja, we gaan even groot overleg houden zo. Apart. Heb je wel eens een eend gereden, hè? Ja. Ja. Ja, van Heidsma. Oh, die van de LTS, die leraar. Oh, ja, die, ja. Kon ja. Kopen voor 500 gulden. Ja. Maar dan mocht hij. Maar gedaan, hè? Dan mocht hij van mijn ouders, dus ik was 15. Ja. Ik wou de bommen er maar overslaan.